Welkom iedereen bij weer een nieuwe aflevering van Advance Wars Reboot Camp. Vandaag zijn wij nu in Blue Moon gebied. En ja, we hebben alles in Orange Star een beetje gehad. Vorige aflevering hadden we Max en... Nu tikken we door naar Sluipschutter. En dit zijn een van de gevaarlijke levels. En nu kunnen we ook gaan kiezen welke unit we willen hebben. Willen wij Andy of willen wij Max? Nou, daar moet je met een paar dingen rekening mee houden. Als wij Andy kiezen, kunnen we restoren. En in principe, wij willen makkelijk over de dingen heen gaan. Maar je kan op zich dan nog wel doortikken. Maar ja, kies je Max, kan je dingen opblazen. Raar, waarom zou ik toch Max kiezen? En nog iets anders. De commandant die je kiest bepaalt ook vaak de basis line-up van je eerste set units. Het is niet altijd super interessant, maar als we bijvoorbeeld Andy hadden gekozen, hadden we misschien een extra artillery of een luchtafweer gehad extra. Nou, oorlogsnevel, je kan al merken, Andy is niet zo heel snugger. Nou. Dit is ook een van de stukken waarom het voor ons zo verdomd moeilijk is. Oorlogsnevel is ideaal voor een character zoals Grit. Want... zolang hij units op bepaalde plekken heeft staan in het level, heeft hij consequent zicht en kan hij ons consequent neerhalen met de units die hij tot zijn beschikking heeft. Zo ziet hij bijvoorbeeld dat wij nu daar een tank hebben staan omdat die infanterie er staat. Dus met die blauwe artillerie die daar staat kan hij ons nu neerhalen. Maar ja, wij zien dat nu, dus wij kunnen hem nu neerhalen met onze gevechtshelikopter. En zo tik je één voor één langzaam Grit zijn dingen weg. En na verloop van tijd word je ook steeds handiger in. Oorlogsnevel is niet iets wat je heel vaak ziet. Er zijn maar een paar levels in de eerste Advance Wars en in de tweede Advance Wars waar je echt werkt met oorlogsnevel. Als je co-op doet of tegen elkaar gaat vechten, dan heb je ook de optie om oorlogsnevel aan en uit te zetten. Ik ben zelf van mening dat als je oorlogsnevel gebruikt in mappen, dan moet je het online doen. Anders is het heel moeilijk in te schatten wie wat precies doet, want je kan bij elkaar gewoon afkijken wat je doet. Dus als je oorlogsnevel aan hebt in online, dan moet je ook niet bij elkaar staan. Dan moet het ook geen local fight zijn of wat dan ook. Anders, nou, dan zie je waar iedereen is. Het enige voordeel wat oorlogsnevel heeft op zulke stukken is dat je heel moeilijk kan zien wat de HP is van de enemy. Dus dat moet je zelf bijhouden. Laten we even zien. Wij staan nu voor deze tank. En die zou nog steeds een 10 HP hebben aangegeven in plaats van de 2 HP die die zou moeten hebben. Nou, het meest ideale van de game is verkenningsvoertuigen in oorlogsnevel en een zogeheten waaientechniek. Nou, hij heeft artillerie. Waar staat die artillerie? Dat is het gevaarlijke aan oorlogsnevel als je tegen iemand vecht zoals Grit. Je moet zicht hebben. Maakt niet uit hoe. Maar het beste wat je soms kan doen is of op bepaalde plekken gaan staan, zoals bijvoorbeeld de berg. Of zo dicht mogelijk bij boskages gaan staan en gaan kijken van oké, wie kan waar staan. Want Grit heeft al verhoogde ranges op zijn artillery. Dus hij kan verder schieten dan wat jij zou kunnen bedenken. Dus dat zijn een beetje van die kleine dingen waar je rekening mee moet houden.
voor deze bepaalde plekken. Dus ja. Het zijn even van die kleine dingen waar je rekening mee moet houden als je tegen Grit vecht. En ook in Advance Wars. Want het is even kijken van oké, wat kan ik doen? Hoe kan ik het aanpakken? Waar moet ik rekening mee houden? Want boskages, je ziet al zo'n beetje verspreid over dit stuk. Dus je wil al eigenlijk alle boskages in beeld hebben. Nou, en je ziet nu ook al gewoon, oh, fijn, raket lucht afweer en ik heb mijn helikopter daar staan. Dus dan kan je al gif op innemen. Die mooie helikopter van jou, die ben je nu kwijt. Nou, en je ziet daar ook daar andere raketartillerie staan. En dat is op zich het mooiste aan een verkenningsvoertuig. Verkenningsvoertuigen kunnen ook gewoon super ver kijken. Dus je kan ook al gewoon zien, hey, wat is mijn bereik? Waar kan ik rekening mee houden? Die dingen. Nou, daar gaat dus L1 van mijn gevechtshelikopters. En ga ik als een blinde vink weer door dit stuk heen. Daarom is het ook zo belangrijk om die verkenningsvoertuigen zo lang mogelijk in leven te houden. Want doe je dat niet, dan moet je het doen met infanterie. Nou, infanterie heb je al gezien, dat beweegt niet zo heel gemakkelijk. Daarom is het zo verdomd belangrijk om iedere keer op te letten met waar je units staan. Nou, één nadeel aan raketluchtafweer is het feit dat het alleen maar raketten zijn voor luchtafweer. Ze hebben geen effect op normale units. Dus dan zie je wel soms een beetje het effect wat sommige units op andere units kunnen hebben. Dus daarom moet je ook altijd rekening houden met wat bouw ik, waarom bouw ik dat. En hoe zitten die dingen in elkaar. Want als je het goed doet, tik je zo door. Doe je het niet goed, nou ja, jammer dan. Dan flis je heel snel je units. En dat is ook waarom het zo belangrijk is dat jij altijd oplet. Waar staan mijn units? Waar staan hun units? En wat is hun bereik? Want wij weten dat de raketluchtafweer van onze grote vriend staat daar. Dus wij weten gewoon, willen wij zijn raketartillerie raken, dan moeten wij ernaast staan of iets in beeld hebben. Nou, hij heeft een luchtafweer, een directe luchtafweer, daar staan. Dus we weten gewoon van, oké, prima. Wij kunnen met alle rust onze spullen daar neerzetten en hem neerhalen. Maar ja, het kost even tijd om die units daar neer te hebben. Nou, wat ik hier doe is niet super slim. Ik had beter mijn zware tank kunnen gebruiken voor de artillerie, maar ja, het is op zich prima. Nou, wat ik nu ook even doe is, ik kijk even vooruit, staan daar artillerie of andere dingen daar in die rechte onderhoek? Zo nee, dan kan ik zometeen mijn infanterie daar droppen en kan ik het hoofdkwartier overnemen. Nou, waar deze artillerie staat, ik heb letterlijk waar geen idee, maar hij staat er nu eenmaal. Dus ja. Daarom zeg ik ook, daar verhouding is Advance Wars moeilijker dan Fire Emblem, omdat je wat extra dingen nodig hebt voor de uitleg. Want hier zie je opeens van, oh, artillerie. Snel neerhalen. Nou, we hebben geleerd, artilleries kunnen niet direct aanvallen, dus wil die artillerie iets doen, dan moet die eerst zich hebben verplaatst en dan de volgende beurt kan hij pas attacken.
Nou, op deze manier hebben we ook dat al afgedekt en kunnen we vanaf de volgende beurt langzaam het hoofdkwartier veroveren. Nou, met gespierd offensief kunnen we mogelijk met een level 4 of een HP 4 tank zijn artillerie opblazen en dan kunnen we rustig doortikken. Nee, niet genoeg. Maar een tank is wel genoeg. Ja, daar hebben we niet zoveel van aan. Dus we nemen gewoon het hoofdkwartier over en dan zijn we klaar. En zo zie je maar wat het effect is van nevel op sommige dingen. Ik zelf ben er niet een groot fan van in strategie games, want nevel in campaigns zoals hier heb je er altijd last van. Want het is altijd in het voordeel van de enemy, en ik weet wel waarom, omdat dan de difficulty er is, maar ja. Een van de commandanten die we later tegenkomen heeft als CEO power dat ze alles kan zien. Dus die kan dan ook door de nevel heen kijken. Heb je daar wat aan? Ja, in nevel fights. Heb je daar wat aan buiten nevel fights? Nee, geen kloten. Dus dat zijn gewoon even van die kleine details waar je rekening mee moet houden. Nou, we hebben voor de rest niks meer, dus deze kunnen we overnemen. En dan zijn we klaar. Mensen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Laters. Hey. Overwinning erbij, dankzij mij.